Dan is het weer. Dan ben je in Bogota, Johannes Sigersma, hoofdbestuurslid van de KNKB. Hier of Traja Lins is een droom gewoon hebben om hier heen. Hoe gaat zij iets? Ja, hoe gaat zij iets? Hè? Nou ja, eerst maar natuurlijk duidelijk wel, als we hier echt heen gaan kennen. Nou, dat weer uiteindelijk akkoord. En ja, dan droom je natuurlijk dat je zo vol mogelijk metaal hebt en natuurlijk zo vol mogelijk goud. Hè? Want ja, dat is wel de insteek natuurlijk. Ik denk niet voor. Dat is de bedoeling. Om je goed te presteren met Team NL. Ja. Daar heb je internationaal keersen in je portefeuille. Wat is dan het verschil voor jou, of zoals van het benadering van dat keersen? Want dat is een andere vorm dan het Frieske keersen. Ja, absoluut. Hè. De variant die hier spelen worden, in die zin net zo vol met Frieske keersen te maken natuurlijk. Maar wel met het Larges, wel met het piloten en natuurlijk het woordbal daarin. Ja, en voor natuurlijk is het belangrijk voor de u keertjes hier en voor u als bestuurders om de keertjes hier te promoten in deze landen. En de contacten die je lezen met andere landen daarin natuurlijk. Ja. Is dat dan het grote voordeel om dat internationaal keertjes vol te doen? Ik denk met name wat ik heel belangrijk is, contact wat sporters hebben met andere sporters. Praten over het keersen, praten over het keersen in wat voor vorm dan ik maak. Ja, dat is dan ik straks weer mooi, dat we die boetloze keersen showen en Cubaan doen er mooi, Mexicaan doen er mooi. Ja. Het is eigenlijk net leeuw, hoor. Nee, als het zo ambitieus is, ben er natuurlijk nog een heel soort land die op een of andere manier met keertsen bezig bent. En dan is het mooi voor sporters om te zien van, hé, waar steen ik nou in het kader van het keertsen, van het wobben, van het larges, in verhouding met andere landen die daar echt mee bezig zijn natuurlijk. Ja. Wobbel wordt wel zijn, kunnen we dat ik ook Olympische sport nooit zien? Zou dat een doel worden, Matte? Dat is denk ik nog steeds een doel. Het is wel een hele lange wooi, maar als je de ontwikkelingen hier in Nederland en de boete natuurlijk, wordt steeds belangrijker. En in Friesland ben ik steeds meer morgen die er komen. Ik ben steeds meer mensen die het toch op wat voor manier, het zij op recreatief of in wedstrijd verbonden. Dus daar zie ik zeker een groei in. En natuurlijk denk ik wel dat je een doel hebt. En dat wil je natuurlijk ook graag. Van, kun je deze sport Olympisch maken? Want dat zou natuurlijk geweldig zijn. Ja, hoop je dat dan mooi te maken in die periode als haar bestuurslid? Nou, waar zit ze? Ze is nooit. Maar natuurlijk hoop je dat mooi te maken. Dat we 15 of 20 jaar, of misschien wel 10 jaar, dat die zeven kinderen van, goh, daar heeft toch echt een bijdrage om te leveren op wat voor manier dan ik maar. En, allerliefst zou dat misschien dan ook is, maar hè, dat je wel nationaal de doelstelling hebt om dat wobbel in ieder geval op elkaar te zetten. Ook internationaal.